Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag was Gunter Gijsels, oprichter van Get Driven en een van de jonge wolven uit het gelijknamige VTM-programma. Gunter is met Get Driven momenteel druk bezig met een uitbreiding vanuit Kortrijk richting Duitsland en de UK. Dus hadden we het uitgebreid over de verschillen tussen deze landen, praten met VC's en heel wat tips voor onze Belgische scale-ups. Yes, alright. Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Deze keer bevinden we ons in Kortrijk, het Hangar K. En hier bij mij heb ik Gunter Gijsels, motocrosser, een van de jonge wolven van het gelijknamige VTM-programma, oprichter van Get Driven, maar bovenal... Pluspapa van een Engelse bulldogpup. Oh. Kijk, trotse... dat is al direct de goeie, voilà. We hebben al trotse vader van drie kinderen gehad, maar dat is eigenlijk min of meer hetzelfde. Ja, dat is ook de reden dat ik al te laat was. Dus it takes a toll on me. Ja, ja. Het ouderschap. Hè, we kennen... Nee, wij kennen het nog niet, maar sommige mensen al wel. Welkom, Gunter. Dank je wel. Om misschien te beginnen, Gunter, de meeste mensen kennen jou ondertussen wel waarschijnlijk van het VTM-programma Jonge Wolven, als oprichter van Get Driven. Kan je eens wat meer vertellen over hoe je eigenlijk hier beland bent? Wat is zo'n beetje de journey geweest die u tot op deze plaats gebracht heeft? De journey is begonnen als ik 22 jaar was ongeveer. En toen wou ik eigenlijk gewoon iets bijverdienen. Ik ben ook autofan en toen reed ik rond met een bestelwagen. Mm-hmm. Omdat ik motocrosser was, dus mijn motor moest daarin kunnen van achter. En er bestond iets in Gent waarmee dat ze met de wagens van oudere mensen reden, vooral hulpbehoevenden. Okay. En ik had toen een klant die zo'n lange oude Jaguar reed, ik vond het wel geestig. En dan was ik afgestudeerd en dan wou ik eigenlijk gewoon iets bijverdienen. En dan ben ik denk ik gewoon een bijberoep beginnen doen om zelf chauffeur te zijn. Voor mensen die zeiden van kijk, als je iets wilt gaan drinken of hebt te veel werk of zo, dan wil ik dat wel doen zo in het weekend. Ben ik daarmee eigenlijk begonnen. Ik was een product manager bij IVC Groep. Zij maken zo LVT Luxury Vinyl Tile, zo PVC vloer. Oké. Okay. Dus die is totaal anders dan dat ik nu mee bezig ben. En daarmee begon eigenlijk zeer low-key bijberoep zelf. En dan is dat gewoon door de jaren heen gegroeid. Er was ook totaal geen sprake van software of van app of zoiets toen. Dus zo is dat dan eigenlijk gegroeid. En ja, op korte termijn wel snel gegroeid, ja. Alright. En het lijkt zo in het eerste opzicht een enorme niche-markt, right? Ja. Zakenvoerders helpen om naar hun bestemming te geraken. Ik ga eerlijk toegeven, moest ik zelf het idee gepitcht krijgen, ik zou zeggen, daar zal waarschijnlijk geen markt voor zijn. Maar toch, toch redelijk succesvol. Hoe zou je dat precies verklaren? Er zijn een aantal verklaringen, denk ik. En zeker naar niche, we zitten nu in iets waar dat er heel veel micromobiliteit is, wat dat logisch is. Ik heb de ervaring om in grote steden af en toe te wonen, ook al woon ik zelf in een boerenbuit. Maar die micromobiliteit makes sense. Hè. De deelstepjes, de deelwagens, eigenlijk ook de Ubers en dergelijke, dat is op heel veel inwoners en een beperkte oppervlakte. Maar dan heb je wel nog altijd in een bepaald segment heb je heel veel macromobiliteit die enigszins die steden verbindt. En dan kijken we eerder naar concurrentie met treinen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Waardoor dat verbindingen niet goed zijn. Zeker ook als je dan business-wise kun je niet van station naar station zijnde van bedrijf naar bedrijf gaan. Je moet dan nog pendelen met een bus of whatever. Dus dat gaat eigenlijk bijna niet. En als je dan begint te kijken, inderdaad, als we het willen lanceren, dan was er zeer weinig credibiliteit in ons concept. Maar als we nu onze track record hebben, en we trekken dat door in groter landen of in wat, dan zie je wel duidelijk een niche die wij gaan nooit niet in volume hebben als Uber of dergelijke. Maar dat wij wel heel veel ritten kunnen doen op een dag, dat er daar mensen nood aan hebben om die... Ja, meer macromobiliteit te voorzien, omdat er ook niet echt een alternatief is. Het grootste alternatief is een trein, ja. Maar dan opnieuw is dat niet wat het zou moeten zijn, denk ik. Ja. Ex-student die nog vaak met de trein van Ronsen naar Leuven is gegaan, kan ik getuigen. Bent u Ronsen naar SR, ja? Oei, nu is er iets unleashed. Oei. Nee, ik ben wel gekend met Ronsen. Ik heb daar ook veel vrienden. De schepen momenteel, Aaron de Muurmeester. Ah, de Aaron, kijk ze. Is een goede vriend van mij trouwens. Alright, shout out. Ik heb vorige week nog in de backyard gaan eten van hem. Voilà. Godverdomme, maak je al reclame. Kan ik je moeten gaan tegenwoordigen. Bel me naar Aaron, dat hem sponsor.
voor de volgende keer gratis aan niet, natuurlijk. Dus bij deze, Aaron. Kijk, de volgende keer als ik hem zie rondlopen, zal ik het zeggen dat ik met de Gunter aan tafel heb gezeten. Ja. Nee, maar dus... Ik probeer me dan voor te stellen, het begin van Get Driven. Je hebt zelf gezegd, je bent niet begonnen met een app. Dat is een beetje deels de oplossing waarschijnlijk voor het kip-en-het-ei-probleem. Ik keek naar die app en ik vroeg mij af van, hoe begint je eigenlijk als je nog niet zoveel chauffeurs hebt en dus moeilijk ritten kunt aanbieden en niet genoeg klanten hebt om veel chauffeurs aan te werven? En dat is eigenlijk de grootste struggle waar dat we nu mee te maken hebben, omdat we nu wel op een platform zitten, een duaal platform. Ja. Vroeger, als ik dat niet via een platform deed, dan kreeg ik een aanvraag binnen. Meestal kregen we die aanvraag binnen, zeker als dat mijn boekingssite was, kregen we die aanvraag binnen een dag of 3 of 4 op voorhand. En plots had ik een klant in Hasselt. I don't know how, but... dus ik woon hier en plots een klant in Hasselt. Ja, dan, wat doe je dan? Je neemt een Facebook-advertentie, zet er €20 op. En je target in een straal van 5 kilometer student tussen 21 en 24. En je target dat voor 12 uur lang. Ik kreeg sollicitatie of 10, 15, 20 binnen. Ik kreeg een Hasselt, ik kleedde die op. En dag daarna waren ze aan het werk. Dus we konden eigenlijk perfect inspelen op een kip-en-tee-verhaal. Voor een lancering in landen als Duitsland en Engeland is dat heel iets anders. En de enige manier, denk ik, om dat te doen, is u sowieso eerst chauffeur. Want als een klant een rit maakt en er is geen chauffeur, dan zijn ze weg. Als een chauffeur langer moet wachten tegen dat hij kan werken, dan moeten ze geduld hebben. En dan moeten die chauffeurs incentiviseren. En dat is ook onze strategie om te doen als we lanceren, is eerst de chauffeurszijde vol laden. En die dan zelf fooien, dergelijke betaal, incentives. Van zodra dat ze een eerste rit hebben voltooid. Omdat ze hongerig zouden blijven op het platform tegen dat er voldoende volume is. Dus dat is de strategie dat we gaan toepassen. Maar anderzijds is een perfecte voorbeeld hebben we met Wallonië. We hebben nu iemand nieuw die op Wallonië en Brussel werkt. Is datzelfde verhaal dat we ook op die manier gaan doen. Dat we eigenlijk een beetje gaan softlaunchen, bedrijven selecteren van kijk, probeer dat eens. Gratis. We zijn er content van en zie dat we het werken. Ondertussen hebben de chauffeurs al wel kunnen werken. Weliswaar een WD-kost betaald, maar goed. En dan heb je ook al een aantal ambassadeurs. Is de olievlek weer aan het uitdijden. Dan kan je ook doelgerichter naar klanten gaan zijn. Maar heb je wel al een core van chauffeurs die gemotiveerd zijn. En die ook echt wel achter het concept staan. Ja. We hebben dat geprobeerd de eerste keer in Wallonië door gewoon daar 100 chauffeurs te recruteren. En dan we zullen wel zien met wat Facebook ads en Google ads. We gaan daar wat klanten zoals dat hier. Boah, dat ging wel. En dat is niet gelukt. Dus we gaan dat nu op een andere manier doen. En we gaan proberen Wallonië te lanceren. Like dat we dat doen met een groot land. Op een zeer gestructureerde manier nu. Oké, dan kan ik mij voorstellen dat is zeker voor een dienst zoals jullie, dat de dichtheid toch wel een beetje belangrijk is. Hè? Moest heel de wereld, moest heel België bestaan uit Brussel, is het al een pak gemakkelijker om daar een mobiliteit aan te bieden dan in het verspreide Wallonië, ergens in de buiten? Ja, het voordeel met ons platform is dat wij gewoon mensen mobiliseren en bijvoorbeeld ook geen wagens of zo daar nodig hebben. Dus dan is het ook vrij makkelijk om in de outer cities of de boerenbuitens, om wel een paar mensen te vinden die daar wonen. Een voorbeeld Veurne bijvoorbeeld, of zo die uithoeken. Ja, studenten, steren zijn er ook totaal niet, maar toch heb je wel altijd wel wat mensen die daar... Het is niet zo moeilijk. Als je er een paar hebt, dan kun je coveren. Maar naar dichtheid, wij onlangs statistiek getrokken, wij gemiddeld op 7,1 kilometer... hebben we een chauffeur gepland op de ritten. En dat gaat over data, dat toch alleen een 5000-tal ritten. En middelde. Dus dat is wel een hoge densiteit, vind ik. Ja, absoluut. Denk, ja. Allee, soms zit er uitzondering natuurlijk ook. Nu, vandaag de dag heb je een app. Hè? Een zekere bekendheid ook wel al in Vlaanderen waarschijnlijk. Maar ik wil dan toch even nog teruggaan naar die eerste dagen. Hè? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Heb je dan zelf met je autootje rondgereden en gebeld met bedrijven van... Ik heb nooit... ik heb bellen... Actieve prospectie is iets dat ik zeker niet goed kan en niet graag doe. Dat is een beetje bedelen, maar je moet wel... Dus mijn tactiek was, ik had zo kaartjes van... are you drunk? Vraagteken. Aan de andere kant, what if someone drove you, whatever. Zo van die slogans erop.
En dan de website. En ik ging dan bijvoorbeeld naar voetbalmatchen. Kortrijk, Waregem, Gent. Ja, ja. Dan ging ik naar de VIP-parkings. En dan moest ik zo de stewards een beetje overtuigen. En dan stak ik al die wagens vol met kaartjes, bijvoorbeeld. Ja, jij zit zo een van die man die kaartjes steekt onder me. Ja. Dan in het begin allemaal dat ik autohandelaar was. Van, wij kopen jouw wagen. Ja. Dat was voor een nieuw concept te proberen. En dan wel, hoe weet je dat ik dronken ben? Ja. Hoe weet je dat? Ik ging ervan uit. De truc is, ze zijn allemaal dronken. Ja. Dus dat heb ik vooral gedaan. We zijn nu ook aan het experimenteren van echt actief naar bedrijven te gaan. Een beetje account manager. Omdat we een nieuwe app zijn. We hebben echt zo een business gedeelte dat je als bedrijf eigenlijk echt wel zo kunt credits toewijzen aan bepaalde functies of bepaalde profielen binnen je bedrijf. En daarmee willen we echt zo de grote contracten binnen halen. De big fours, whatever. Dat je zegt van, kijk, ja, ook al is voor klanten... af te halen van de airport of is het puur business, willen we nu een perfect voorbeeld, we hebben nu onlangs met Essers, een groot transport, kent wel Rode Camions, hebben we zoiets gedaan met een management team en als je dat management team kunt mobiliseren werd dat en dat is iets dat we nu aan het doen zijn om meer het grote volume mee te nemen, maar echt zo rond bellen heb ik nooit echt gedaan. Ik was daar denk ik wel te verlegen voor. Ook al moet je dat doen, hè, maar ik ben gewoon zo onderhandelen en partnerships sluiten, dat is wel iets dat ik goed kan, vind ik. Maar hard selling ben ik zeer slecht in. Je weet al dat ze geïnteresseerd zijn. Kan dat zelf ook wel beamen als je dan zo bij een klant echt zo moet gaan aandringen. Please, luister naar mij. Ja, ja. Tegenover de voet tussen de deur. Kunnen vragen. Ja. Absoluut. Ik heb heel veel respect voor, en dat zijn ook de mensen die we nodig hebben, die daar echt zo met een borstel doorgaan. En van mij is het inderdaad meestal dat ze ons contacteren en dat ik gaan praten ermee en dan, oké, hoe kunnen we overeenkomen? Ja. En dat is meer mijn ding. Maar hardselling is van mij iets Daar hebben wij ook gespecialiseerde mensen voor. Ik wil ook alleen maar mijn verhaaltje doen. Ik weet dat ik welkom ben, een beetje vampierachtig. Als je door de deur mocht komen, dan kom ik naar binnen. Ja. Nu, kleine verplichte vraag. Het is, ik wil het bijna niet meer doen, maar het is toch wel een beetje relevant, denk ik. Corona. Let's get it out of the way, zodanig dat het gebeurd is. Maar het lijkt me dus wel dat jullie daar ook wel een beetje de invloed van ervaren. Ja, zeker en vast. We hebben januari, februari is op zich goed begonnen, maar dan, we hebben meer dan 8 weken onder 3% revenue gezeten. Okay. Wat dat toch stevig is. We hebben ook, we hebben 2019 een jaar bewust in de boeken gestoken van, kijk, zo weinig mogelijk mensen in dienst outsourcen, afschrijven, zodanig dat we een keer kunnen tonen dat we rendabel kunnen zijn. We zijn er ook in geslaagd om dat te tonen. Dus, dat is goed. We hebben de rendabiliteit, ook voor later kapitaal optalen, we hebben rendabiliteit aangetoond. En dat was voor mij 2020 van, oké, we willen landen openen we willen cash burnen eigenlijk. We hebben ook geïnvesteerd in mensen. We wonen alle know-how intern. Ook met andere leveranciers die een deeltje software willen we ook alles zelf ontwikkelen. Ik zeg nu niet, als we nu AI of VR, dat gaan we niet doen natuurlijk. Hè. Maar je zegt van kijk, integraties met bepaalde loonmotors of dergelijke, dat daily is, dat willen we allemaal intern. Dus dat waren strategische beslissingen die wel veel geld kosten. Maar dat we eigenlijk op de prognose van de organische groei hebben gemaakt. Ik denk dat we nu ongeveer ongeveer de helft zitten van het volume van vorig jaar in omzet. Het is nog een goede een kwartaal ongeveer. Dus dat is niet goed, hè. Er zijn heel wat prognoses gesneuveld, denk ik, door deze corona-epidemie. Dat is niet goed. We merken nu wel dat terug een steen in de lijn gaat. Maar goed, we hebben vanaf maart volledig tot bijna ook april nog hebben we niets gedraaid. Yep. Dat scheelt toch wel een paar honderdduizend direct. Corona was niet goed. En het is logisch ook, hè. Wij doen alcohol en files, als je het zo kunt stellen. Ja. Dat zijn onze cores. Dan vullen we in de zomer zeker wat aan met wat shuttle-diensten voor festiviteiten, Tomorrowlands en dergelijke. Waar dat je op een weekend wel wat volume kunt verzetten. Dus dat is ook allemaal wat. Het is heel duidelijk. Eigenlijk ben ik, zeker nu op vandaag, ben ik nog vrij tevreden als je ziet dat er nog altijd heel veel mensen thuis werken.
dat er nog altijd kind of beperking is in een niet-essentiële verplaatsing. Dat er geen feesten zijn tot 's nachts. Dan zijn we het zeker niet slecht aan het doen. Dat bewijst wel een bepaalde sustainability, denk ik. Maar het is sowieso een rood jaar geweest. Hè. Waar daar dan mee om in maart? Als je in maart de lockdown afgekondigd wordt, je ziet je revenue naar nul herleid worden in bepaalde weken. En op dat moment is er geen perspectief. Hè? Dus er zijn regels voor een bepaalde periode, 8 weken, ik weet niet meer hoe lang dat was. Maar er is nadien geen perspectief. Hoe gaat het daar dan in maart mee om? Ze hebben bepaalde beslissingen moeten maken. Ja, we hebben een vrij goede relatie met Mini. Allee, vooral de marketingmanager Joachim bij Mini. En toen hebben we vrij snel gedaan van kijk, ja, zeker bij horeca lockdown. Kunnen we iets doen dat we in plaats van nu wegkwijnen, dat we in de picture komen. We hebben toen nog wat cash burned. We hebben toen 20 chauffeurs gratis een maand aangeboden aan 20 restaurants. Plus een gratis mini. Zodat ze eigenlijk een gratis delivery service hadden, 7/7. Ja. En dat waren eigenlijk wel bijvoorbeeld het restaurant in Tilte daar. Dat waren de betere restaurants die eigenlijk daar niet echt op delivery of zoiets zou gaan halen. En toen hadden we echt een personal delivery service. We zijn er toen ook op corona 2020 mee op tv gekomen, al die dingen. Dus dat is eigenlijk het eerste dat we gedaan hebben. Kijk, we willen nu niet met de pakken blijven zitten, maar dat we zorgen dat we daar extra visibiliteit kunnen mee doen. En dat is goed gelukt. Maar dan natuurlijk zit je van, goed, de rekening moet wel betaald worden. Wij zaten ook met mensen op software die dat eigenlijk bijna een geschenk is dat platform niet draait om te ontwikkelen. Dan kunnen we alles een keer bekijken. Ja, dan moeten mensen aan werken. Hè. Ja, het is dat. Dus die hebben we ook niet echt op economisch kunnen zetten. Dus dan had sowieso die cash burn. En dan is er een van, oké, hoe lang kunnen we dat volhouden? En hopen dat er dan iets komt. En we hebben wel gezocht naar alternatieven. We hebben op duur zelfs proberen met chauffeurs die gaan desinfecteren en allemaal. Maar goed, dat is niet wat we doen. Dus uiteindelijk hebben we dat vrij snel daarop inspeeld en gezorgd dat er mondmaskers waren, dat er gelletjes waren. En zodra er iets mogelijk was, dat we daarop inspeelden en een ad van oké, horeca gaat terug beperkt open, dat boom, dat je overal zag van oké, neemt dat een chauffeur, zijn velen. Maar zelfs nu is het nog altijd zeer, de reden dat we voor het niet in Duitsland gelanceerd hebben, is nog altijd corona. Hetzelfde ook dat er de eerste maanden geen lancering op programma staat, is omdat je het niet weet, als er daar plots extreem weer uitbreekt en staat er een lockdown, dan halen ze er ook op natuurlijk. Dus dat is natuurlijk zeer vervelend, ja. Dan ben je waarschijnlijk wel gelukkig dat je niet gekozen hebt voor de klassieke structuur met chauffeurs en vaste dienst, die vervolgens nog allemaal moeten betaald worden. Ja, allee, sowieso ons gros van de chauffeurs, die hadden dan ook geen loon uiteraard, dus dat is een voordeel. Anderzijds heb je ook het economisch te werkloos gesteld worden, waardoor dat ook wel een oplossing is, maar ook een beperkte duur. Maar inderdaad hebben we wel, zeker op vorig jaar ging dat ons bijna niets doen. Ik heb nog een start-up, Get a Wash, die daar puur op werkt, maar dat er geen vaste overhead is, dat puur op mensen werkt die gaan wassen eigenlijk in automotive. Ja, corona, oké, we zaten geen inkomst, maar die rekening is niet geslinkt. Hè. Dus uiteindelijk hebben we dat veel stress? Nee. Ondertussen hebben we een auto op gedriven, een aantal auto's lopen, wat voor, die M2 en al, wat voor liedjes allemaal geld kosten. Een vrij duur softwareteam die blijft ontwikkelen. Dat gaat rap, hè, dan. Ja, dat kan ik mij wel voorstellen. Nu, even te zeggen dat Sam nog vragen heeft over de corona. Iedereen gaan we dat even achter ons laten. Hopelijk collectief snel. Als maatschappij snel. Ik heb het daar straks al even gezegd. Hè, een uitbreiding naar Duitsland die jullie momenteel aan het plannen / uitvoeren zijn. Min of meer. Well, in principe als we nieuwe landen... We kijken eerst naar de landen of dat er een potentieel is. Als ze zeggen van oké, er is een potentieel, dan is de eerste handvraag van oké, mogen we dit doen? Wettelijk. Mm-hmm. Onder welke wetgeving vallen we? Mobiliteit, taxidiensten, licenties. Whatever. Dat is eigenlijk vraag 1, als er dan kind of gunstig advies is, want we zijn sowieso een niche en een grijze zone en iets dat niet echt in de traditionele wetgeving is bepaald. Laat ons daar redelijk over zijn. Wij rijden wel met wagens, maar we hebben geen wagens, dus je kunt ook moeilijk een taxiplaat aan je voorhoofd kleven.
bij wijze van spreken. Maar dan hebben we natuurlijk de aansprakelijkheid. Ieder land wordt op een andere manier verzekerd rond wagens, omnium, aansprakelijkheid. Dus daar komt er daar heel veel legal werk aan te pas. En dan ook het belangrijkste, als al die dingen een beetje gestipuleerd zijn, is van oké, wie kan er voor ons werken? Welke statuten zijn dat? Hoeveel kost dat? Op welke manier moet je die inschrijven? Is er zo'n een archeologisch monster als Dimona ook aanwezig in andere landen of niet? Gelukkig is dat niet zo in andere landen. Dus dat meer flexibel. Ik heb eens verduidelijken, Dimona? Daar heb ik zo in België hebben ze een systeem dat je iemand moet inschrijven via het Rijksregisternummer, is dat meestal. Aha. Vooraleer ze te werk gesteld worden. Okay. Maar ik moet nu uitleggen, een platform als Gedrum, dat er dikwijls op een uur tijd mensen worden gepland en dan te werk gesteld en soms over heel veel volume. Ja. Dan moet je dat automatiseren, dan moet er dan een API gebouwd worden met de overheid en dergelijke. Allee, ja. Dus je kunt dat niet manueel doen. Wat dan misschien ergens een voordeel is voor ons, dat de kopieerbaarheid in dat geval, bijvoorbeeld in iets als België, wel wat lager ligt, omdat dat wel complexe dingen zijn. En als je dat dan hebt, de statuten, dan kun je prijsberekening doen van oké, wat kost die statuten, hoeveel moet je driven dan kosten, of op welke marge kan je daar dan opnemen, platform, neem je dan 10% of 15% of is er haalbaar. En dan pas is het eigenlijk de lancering op zich. En dan moet je al die stukken natuurlijk nog integreren in de app. Ja. Als je de UK-app opent, dan moet je opstellen dat je kunt... want de UK kent het nu nog niet, de Duitse app, dat je dat zegt of dat je mini-jobber bent, of dat je freelancer bent, of dat je student bent, of dat je in dienst werkt. Want je kunt daar in dienst werken voor verschillende werkgevers. En op het einde van het kwartaal geef je door hoeveel dagen dat je voor werkgever A, B, C en D hebt gewerkt. En it's that easy. En van waar dan uiteindelijk de keuze voor Duitsland, precies? Ah, wel, Duitsland, UK, het onderzoek is bleken het aantal grootsteden die op rijafstand van elkaar liggen. Oké, ja. De verbindingen met treinen en vliegtuigen, aantal files, en basically that's it. En dan ook of dat we first movers zijn. Bijvoorbeeld in Nederland bestaat het concept al 15 jaar. Aha. Vooral op een traditionele manier. We zijn nu ook wel aan het kijken naar Nederland. Ik zou er graag een overname doen. Maar zij zijn zeer traditioneel. Dat is eigenlijk... De meeste van hun ritten zijn ook enkel. Dus ze komen altijd met twee. Driver Bob of huren Bob. Allee, meestal spreken ze over een bobber. Mm-hmm. Dat je dan eigenlijk belt op restaurant van kijk, ik ben bij zat. Kun je afkomen. Dan komen ze met een klein autootje met twee studenten. En de ene rijdt met hun auto en de andere. Dat is ook een manier. Dat is niet echt onze approach. We gaan daar binnenkort iets anders rond lanceren. Maar dat is iets bijvoorbeeld... in Nederland bestaat al lang. Maar dan op software niet echt een app zoals dat wij hebben. Het is vooral traditioneel geregeld. Waardoor dat ik eigenlijk prioriteit heb aan first mover landen. Allee, we weten in Duitsland en de UK dat wij het eerste We Drive Your Car app gaan zijn. Ja. Wat dan natuurlijk, ik hoop dat we nog altijd eerst gaan zijn tegen dat hier uitkomt. Ons internationaal publiek is niet zo groot. Ja. De meeste spreken ook geen Nederlands, jammer genoeg. Dus dat is een beetje... Maar dat is voor mij wel belangrijk geweest, omdat je dan wel, je merkt dat ook, we zitten in een Huckle Tree. We zaten in Tech Hub in Londen, membership. Die zijn failliet gegaan, helaas door corona. We zitten nu in Huckle Tree en dat is ook, ook wel heel leuke bedrijven, grote bedrijven, techbedrijven daarin zitten. Hetzelfde in de factory in Berlijn. Het is wel leuk als je dan kunt iets pitchen dat ze niet hebben. Anders. Ja. Dus daarmee vind ik in iets dat we nu snel moeten schalen, dat first mover wel een belangrijke factor was. Ja, en dus... zeg maar. Nee, ik wou me afvragen, want stel, misschien is dat een van de vragen, David, maar stel, het onderzoek blijkt, Berlijn is the way to go. GetDriven hier opstarten, oké, je kent de basiswetgeving, je hebt onmiddellijk contacten bij bedrijven, partnerships enzovoort, een community, je weet, je kent de regio's goed, en dan in één keer Duitsland. Daar begint je van nul. Daar heb je, vermoed ik, geen echt groot netwerk. Nee. Je kent de wetgeving niet, die is totaal verschillend dan in België, de regels zijn heel anders. Hoe begin je daaraan? Ja, eerst het legal gedeelte. Nee, eerst zorgde ik altijd voor een thuisbasis. En het belangrijkste voor mij was toen de grootste tech en start-up incubator dingen dat er is in dat land. En wij zitten nu in Berlijn en Londen, omdat we ons daarmee afficheren. We zijn ook een beetje rebranding aan het doen, dat het allemaal wat sicker wordt gedreven. We moeten meer
Ik heb absoluut niet de ambitie om een unicorn te worden, maar het moet wel lijken alsof we een unicorn zijn dat we lanceren als in een land als Duitsland en UK. En dat is eigenlijk het belangrijkste, dat je zegt van oké, we kunnen opzetten dat we een maatschappelijke zetel hebben in Berlijn en in Londen en we zitten daar in een gigantische community waar dat er heel veel corporates in zitten. En dat is met de factory in Berlijn, heeft zich dat gebleken, in de UK weet je dat niet, vrijdag maandag. Maar dan bijvoorbeeld onze verzekeraar, Ergo, dat is een gigantische speler, dat is een miljardenbedrijf in Duitsland. Zij hebben nu bijvoorbeeld een verzekeringspolis ontwikkeld dat wij kunnen van dromen in België. Bij wijze van spreken, als er een chauffeur in uw auto stapt, we don't care of die auto is verzekerd of op welke manier. Get Driven verzekert die auto tot €250.000 van het moment dat er iemand van ons instapt. Okay, aan een betaalbaar tarief. En dat kan in België niet. Wel, nu voelt België, dus nu gaan ze ook beginnen een beetje typisch. Maar dat is wel door de factory, omdat wij in de factory zitten, dat we in contact komen direct aan de top van Ergo, dat een van de financierder is van dinges. En Ergo gaat dan ook, dat is een gigantisch bedrijf, je hebt daar zeker 10 managementmensen die heel hoog staan. Ja, zij gaan dan automatisch mee in de soft launch zitten, wat ik probeer dat is. Er zijn honderden kantoren. Dat zijn ook de gesprekken die we in Jonge Wolven voor een stukje zagen. Ja. Voilà. En dat is direct wel hoe dat open gaat, denk ik, voor de soft launchen. En dat is de reden waarom dat we in Berlijn... Berlijn gaat sowieso in onze core zijn in business. Dat gaat meer het roergebied en allemaal zijn. Want Berlijn zelf opnieuw, hebt u... Beetje een eiland ook. Maar hebt u micromobiliteit? Er zijn sowieso wel mensen die Berlijn dan voorbij Potsdam gaan en terug. Maar het is niet de grootsteden. We zien het ook, Brussel-Antwerpen. Ja, Antwerpen hebben heel veel. Brasschaat en de Rond en ervoor en Westmunster en allemaal. Niet in dat centrum. En als dat centrum is, dan is dat van dat centrum naar het andere centrum. Zijn de Brussel, zijn de Gent, zijn de... Dus het is eigenlijk vooral gewoon voor het netwerk en waarom dat we in die grootsteden en bij die communities ons aansluiten. Ja. En dan, bijvoorbeeld, we zitten hier nu in Kortrijk, in de Hangar K. Berlijn, de start-up hub van Europa, misschien toch wel een beetje te noemen. Dan nog een keer in het start-up centrum binnen de grootste start-up hub. Hoe ervaart je dat? Je bent er vermoedelijk zelf ook naartoe geweest, hè? Ga ik ervan uit? Ja, ik heb er bijna 4 maanden gewoond, hè, in Berlijn. Kijk. Een grote aanpassing, zowel persoonlijk als qua business. Moesten daar een jaar zitten, dan zouden we waarschijnlijk een ander idee hebben, omdat er zoveel mogelijkheden zijn en opnieuw micromobiliteit triggert mij ook wel. Maar ook, het is een heel andere manier van leven. Het stadsleven. Ja. En dat is gewoon zo. Er zijn zoveel dingen dat je zegt van dat is nu wel geniaal of inderdaad, omdat het een grootstad is. Terwijl dat hier, ik ben opgegroeid in Baarmaarten, daar zijn denk ik 700 inwoners. Het is een heel andere mindset. Het is zot dat je ziet dat dat bruist en het zet je ook wel met de voeten op de grond, vind ik. Je ziet hoeveel extreem succesvolle bedrijven dat er daar zijn. Je hebt ook fintech, dat er heel zotte dingen mee bezig zijn. Het is moeilijk te vergelijken hoeveel dat er gaande is. Hangar K is een leuk initiatief. Het zijn hier sowieso heel leuke bedrijven, maar het is heel anders. Ik denk dat dat niet enkel, dat ligt zeker niet aan Kortrijk, maar ik denk dat dat wel dat Belgisch is. Het bewijs is het ook, als je ziet hoeveel jonge grote bedrijven dat er uit de grond zijn gestampt. We hebben nu wel de Showpads en de teamleaders en Colibra en dergelijke. Maar dat zijn bijna corporates tegen, dat is dan unicorns in, terwijl dat je... Stockholm is ook zo'n voorbeeld. Ik denk in Stockholm alleen zitten er al 27 unicorns, dacht ik, als ik me goed herinner toen ik daar was. In de laatste 5 jaar ongeveer. Allemaal door twintigers. Wat een waanzin is. Allee, ik denk dat België wel een deel bescheidener is daarin. En ik denk dat ze vragen er ook van onze beste Vincent van Hangar K had dan een keer geschreven in een ding dat hij dacht dat je een unicorn. Ik zei, maar je hebt nu wat gedaan. De VC is allemaal aan de lijn van kunnen de plannen toch nog eens komen toelichten? Omdat we dan de financiële rekening aan van het jaar ervoor dat we 300.000 omzet deden of zo. Oké.
Maar dat is gewoon niet de ambitie, denk ik, van heel veel mensen. Allee, ja. Ja, het is een heel andere mentaliteit. Ja, het is mentaliteit, denk ik. Alleen ik keek enorm op naar de Elon Musks en dergelijke van deze wereld. Maar ik denk, het typische, dus ook een beetje de baks hier in de maag van de Belgen, die dan, ze studeren af, of nee, eigenlijk is, ze zitten in het middelbaar, ze leren daar in de liefke kennen, ze gaan dan naar de universiteit samen, ze studeren bijna samen af, ze kopen dan een huis, ze worden zwanger en dan hebben ze altijd weer een job. Dat is zo het typische Vlaamse, ja. Dat is toch zo? Als iemand die zijn vriendin in het middelbaar heeft leren kennen, voel ik me nu wel heel erg En iemand die net met zijn vriendin ook een huis gekocht heeft. Ja. Ze is nog niet zwanger. Ja, maar, ik ben er ver over gegaan al. Ik ben nu terug naar start. Zonder €200. Gekregen. Ik wou juist zeggen, dan moet je wel een fikker incasseren. Ja. Maar min €200. maar dat is zo typisch. Terwijl dat is ook, denk ik, in het bedrijfsleven dat je dat een beetje ziet. Als ze dan plots een bedrijf hebben en er komt een corporate af en ze kunnen daar een paar tiental miljoen aan verdienen, dan is het er zeer weinig aan zeggen van, ja, nu, want ik ga daar een miljardenbedrijf van maken, denk ik. Mm-hmm. En terwijl je dan mijn Amerikaanse mentaliteit ziet, of zelfs de Berlijnse of de Londen mentaliteit, dan is het zo van, weet je wat, I really don't care if I don't have a house, as long as I can pay the rent. Ja. Die gasten zijn soms, alleen ik ken er zo verschillende, die they don't own anything, maar ze zijn wel een bedrijf die gevalueerd wordt aan een paar honderd miljoen en ze stoppen niet totdat ze een miljardenbedrijf hebben, dan gaan ze wel een keer en dan gaan ze waarschijnlijk op Nederland gaan wonen of whatever. Maar dat is zo'n handelende mentaliteit, terwijl dat in België zowel, en ik ben zelf ook zo geweest, een beetje aan de kant zetten en een beetje veiligheid inbouwen en ik durf wel risico's nemen hoor, maar ik denk dat dat wel een beetje de mentaliteit is van, als ze het hier zo verkondigen van, oh, nee, want ik ben zeker dat hier, weet ik wat, gaat worden, dat er veel mensen nu ook wel gek verklaren. Dat is mijn, ik ben nu al redelijk ver aan het doorgaan over mentaliteit, maar ik denk dat dat wel een beetje mentaliteit is tussen de verschillende. De Belgische mentaliteit, die kennen we ondertussen wel allemaal, maar je bent nu zelf ook bezig met een uitbreiding naar de UK, verhuis naar de UK, heb ik ook gehoord. Ja. Daar toevallig al dingen gemerkt, zo, misschien het verschil tussen Duitsland en de UK, zijn daar mentaliteitsverschillen? In Duitsland kwam ik daartoe zonder enige affiniteit of netwerk 0,0. Ik zat er ook in co-housing, ik heb dat toen expres gedaan, omdat ik toen hoopte met een paar lokale Duitsers. Ik had niet zo ver gedacht dat meestal co-housing dat ook wel expats zijn, dus ik zat er met 7 nationaliteiten en 1 Duitser. Dat wist. Die allemaal met dezelfde verwachting kwamen van, ja, die kan iets wist. Dus iedereen ook kende hij iets? Nee. Spreek tegen Duits? Absoluut niet. Zo, ja, jij bent een Vlaming, dat leunt nog niet staan tegen Duits. Ja. Regelde jij het maar, Gunther. Nee, dus een beetje aan mijn spak daarin. Maar ik ga dat ook niet meer doen, co-housing. Ik heb nu zelf iets alleen in Londen. Maar in Londen heb ik wel een netwerk. Dat komt door mijn motorsportcarrière, dat ik ooit een tweeling heb ontmoet, die sponsor was van een prof motocrosser, die toch wel redelijk zwaar doorweegt in de UK. Dat is wel een heel gekende familie. En dat komt nu wel van pas. Een onkel is ook die van Callaway van de Formule 1. Ja, dat heb ik eens van de runder. Ja, ja. Goed. Ja, en dat is wel een netwerk die wel open gaat direct. Door Jonge Wolven heb ik de zusters De Haas goed leren kennen. Goed leren kennen, al een paar keer gezien ondertussen. Die minder spirit, alleen onder tonic water, zitten ze onder andere binnen in quasi iedere society club in Londen. Het Isabels, het 500 Street, en echt zo die business society clubs, waar dat heel moeilijk binnen gaat, ook Soho House. Dat is wel, we hebben dat ook al besproken, dat we daar een deal mee gaan doen rond alcohol. Maar dat zijn wel direct heel grote deuren die open gaan. En dat is denk ik zeer belangrijk als je alles hebt afgecheckt en je bent klaar om te launchen, dat er deuren open gaan. En is het juist om te zeggen dat je veel beter voorbereid de UK gaat binnenstappen dan dat je Berlijn bent binnengestapt? Ja, sowieso, want je hebt de oefening gedaan in Duitsland.
Dus nu is het heel duidelijk, allee, het is bijna een beetje... Copy-paste, maar dan ja, een beetje copy-paste, met een beter netwerk eigenlijk al. Ja. En met Duitsland gaat dat meer gecontacteerd zijn en je moet ook gewoon één of twee mensen vinden in Duitsland die daar lokaal zijn. En dat is dan opnieuw... Ja, dat kost opnieuw centen. Maar dat is wel de way to go, denk ik. Ben je al opgestart ondertussen in Duitsland, echt, of nog niet, hè? We hebben nog geen launch gedaan. Ja. We moeten nog geen ene chauffeur effectief in een auto laten rijden. Normaal was dat voorzien tegen april ongeveer. Ja. Want tegen begin maart waren we eigenlijk quasi klaar. Maar wat is er gebeurd dat het niet is doorgegaan? Something like corona. maar eigenlijk ben ik blij dat we dat niet hebben gedaan. Omdat als we nu zien, er waren veel te veel... Allee, wij hadden bijvoorbeeld een Duitse nummer die doorschakelde naar hier. Ja, dat ging niet gewerkt hebben. Zoveel zaten ook naar traceability, naar ons platform, naar... Er zaten nog te veel loopholes in dat we, mocht een bal aan het rollen gaan, dat we ons volledig verbrand gingen. Ben ik daar eigenlijk zeer dankbaar voor, want ja, ze zeggen van, ben gemotiveerd, hè, we gaan Duitsland doen, hij doet al dat legal werk, hij zit constant mee bezig. Oké, het is klaar, we hebben alles, een verzekeringspolies, met al die dingen. We gaan launchen, oké, we gaan daar hier gewoon wat budget in smijten en we gaan gaan. Dat ging niet gewerkt hebben. Ik denk, dat kon goed uitgedraaid hebben, maar ik denk dat we een groot risico loopten om ons te verbranden. En nu zitten we... dat is allemaal veel beter in kaart gebracht. En ook een nieuwe app die nog veel verder gaat gaan. Het is ergens een geluk met corona, denk ik. Want ik denk dat we het in een stand hebben gekregen. Ik zat er ook quasi alleen met één iemand dat toen bij ons ging werken daar. We gingen dat nooit niet kunnen managen. Nooit niet. Nee. Dus ergens een geluk, meer ongeluk. Kijk, dat is dan altijd, maar als je in het moment zit zelf, dan hustle en bustle, dan vind je ook wel oplossingen natuurlijk. Ja. Misschien iets minder structureel dan nu het geval zou zijn, maar uiteindelijk. Nu, voor mensen die zo in uw positie zitten, ik denk dat zo het universele droombeeld is, voor app-eigenaren, durf ik het een universeel droombeeld te noemen, Silicon Valley, de big launch in America. Zit dat ook al in het achterhoofd? Ik had wel de ambitie om dit jaar een keer naar daar te gaan, zonder plan. Ja. En gewoon een keer gaan aankloppen bij een aantal mensen. Om een keer te praten en een keer te pitchen. Ik heb dat plan misschien nog ergens. Maar dat is niet concreet. Allee, ik zie nu hoe uitdagend dat is om Duitsland en UK gewoon op poten te zetten, operationeel op poten te zetten. Laat staan dat een bal gaat rollen, dat we het geluk hebben gehad dat het hier aan het rollen is geweest. Dus dan is zo'n beetje van, oké, probeer te stappen tegen dat je wilt lopen. En dat stappen zal ook al niet evident zijn, denk ik. Maar het is wel iets... Je ziet wel die verhalen zo, hè, van... bijvoorbeeld Cowboy is daar een heel mooi voorbeeld van. Want ze zaten een top-buys product, zeer fan van. En toch niet echt, het was toch wel lastig voor funding en dergelijke hier. Of ik denk dat ze zelfs een aantal keer gedenied waren. Dan gaan ze eigenlijk gewoon naar New York, hebben ze daar heel toevallig een VC zo'n fiets gegeven om een keer te laten. En ze hebben daar hoeveel miljoen opgehaald dan van oké, let's go, we geloven erin. Ja. En dat zijn wel zo'n beetje die droomverhalen, zeker wij zijn in een fase dat wij nog altijd 100% organisch met ons startkapitaal hebben alles gefinancierd. Ik sta nu wel open om een keer echt de sluizen open te trekken en zeggen van kijk, ja, we gaan hier echt patat opgeven en dat is wel iets dat triggert. Dus los van corona was de kans waarschijnlijk groot dat ik dan een keer was gaan loeren. Ik heb ook iemand leren kennen van de zomer die in New York woont. Dus dat opent ook ergens wel wat deuren. Dus allee, sowieso ga ik wel op het einde van het jaar een keer in New York zitten. Allee, New York is dan niet Silicon Valley, maar dan vooral een keer gewoon... Ik heb vroeger met mijn motocross heel vaak toch verschillende keren in Amerika lange periode gezeten. Ik hou wel van de Amerikaanse mentaliteit. Ja. Het is... ST noemt ze, die heeft een Amerikaanse vennootschap. Zij betaalt daar 17% belasting op en de rest moet je op je privérekening zetten. Los van het financiële, maar dat is toch waanzin. Eigenlijk moet dat zo zijn dat je werkgelegenheid creëert en dan betaal je belasting en dat zit. En dan moet je al die zeven er rond niet bij hebben. I kind of like the American way.
om nu direct te zijn van Silicon Valley, ik ben er twee, ik heb zo die serie gezien zo online, Silicon Valley, maar om nu te zijn dat ik daar concrete plannen mee heb, nee, ik wil wel een keer gaan browsen en een keer zo een keer met get my feet wet, maar concrete plannen, nee. Misschien even daarop in te pikken, want nu, GetDriven is vooral organisch gegroeid, hè, de laatste jaren. Er zit momenteel geen extern, of toch niet veel extern kapitaal in. Er zit geen extern kapitaal, Ik kan me inbeelden, Berlijn, misschien daar organische groei, maar als je alle registers wilt opentrekken in de andere landen, dat je openstaat voor extern kapitaal op te halen, is echt te knallen? Of zijn daar plannen rond? Ik ben er nu mee bezig. Er is nooit... Ik heb twee keer aandelen verkocht, maar ik heb... Er is altijd een equity deal geweest, privé dan eigenlijk. Ja. Een valuering erop en... omdat toen ook niet echt nodig was, omdat we gewoon een heel kleine kostenstructuur hadden en denk dat mensen dat toen meer zagen als de cash cow. Mm-hmm. Ik heb dat overboord gegooid en ben verlies maken om te groeien. Ja. Maar nu zijn we daar wel, zeker met mijn vernoot Steve, heb ik een zeer goede relatie mee. Dat is een beetje een zakelijke vader-zoon relatie bijna geworden op zeer korte termijn. En hij staat daar zeker voor open. Waar dat hij iets minder voor open staat. En je merkt dat ook als ik... ik krijg heel veel berichten van VC's. Is het enigszins de VC's staan een beetje minder open dat er een grote aandeelhouder is die eigenlijk niet operationeel is. Dus uw medevernoot is niet operationeel, is niet super actief betrokken, meer adviserende, coachende rol. Hij is CEO van House of Talents, dus is een zeer groot bedrijf. Ja. Je ziet dat nu ook op VTM met Care Talents, dat is de grootste divisie. Is ook al oprichter, aandeelhouder van dat bedrijf. Dus heeft toen, en ik heb dat nu, want ben een investor deck aan het schrijven, heeft in december 2016 heeft hij ingekocht. Mm-hmm. Dat was een 50-50 deal. En ik heb dat toen gedaan. GetDriven was toen niet. We deden waarschijnlijk geen 100.000 euro. Er was 0,0 sprake van software. Ik had een goede clip met Steve en ik heb dat toen gedaan om netwerk te doen. Ja. Steve had natuurlijk een gigantisch netwerk en dat is ook denk ik in het begin initieel waarom dat een bal aan het rollen is gegaan. Omdat hij dan tegen misschien 100 bevriende zakenrelaties probeert dat eens en die daarin geen probleem hadden om eens te proberen. Dus hij heeft er wel toe bijgedragen dat de organische groei staat waar absoluut, het vandaag staat. Absoluut. Ja. En dan vorige zomer hebben we nog een klein deel verkocht, persoonlijke reden eigenlijk. Maar je ziet inderdaad met VC's dan van zij vinden dan geen ideale kaart dat er een grote aandeel erin zit die niet operationeel is. Nu, ik kan daar zeker over spreken. Anderzijds, het nadeel is dat Steve vorig jaar zelf een deel heeft verkocht en dat daar op een ander niveau en dat hij wel middelen ter beschikking heeft. Waardoor dat hij dan daarin heeft van kijk, dan kan ik het wel doen en we zien wel. Anderzijds zou ik wel een keer, we zitten nu op een fase dat GetDriven matuur aan het worden is. Dat we een duidelijke strategie hebben, een duidelijke toekomstvisie. Dat we duidelijk een potentieel zien. Dan denk ik dat niet slecht zou zijn om een keer een publieke ronde te doen. En dat we zeggen van oké, that's the deal. En we krijgen gewoon veel interesse van VC's. Ja, want ik kan me inbeelden, we gaan speed wel iets dieper op Jonge Wolven nog even ingaan. Maar mensen gaan Jonge Wolven gezien hebben. Of VC's gaan misschien Jonge Wolven gezien hebben. Die gaan nu in Berlijn zien doorstarten. Niet bij de pakken blijven zitten tijdens corona. Die gaan nu een goede verzekeringsdeal zien sluiten. Die gaan denken, daar zit wel iets in. Ik kan me inbeelden, je hebt wel wat berichtjes gekregen van VC's de laatste weken. Ik heb veel VC's die op mijn lijst staan die willen participeren. Maar goed, het hangt af of dat een deal is natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar er is heel veel interesse. Plus je ook, ziet wel een groeiend interesse sinds Jonge Wolven. Ja, ook. Maar wat er ook zeer belangrijk is bij ons, is dat wij ons klantenbestand is toch een vrij invloedrijk... dat zijn meestal wel managers en ik denk dat er misschien 40 VC's in België klant zijn bij ons. De grootste VC in België. Elke dronken VC dat afgezet wordt. Zegt eens tegen mijn baas dat ik wil investeren. Waterland is een zeer grote klant van ons. Ja. En waarschijnlijk een van, of denk zelfs Belgische, het grootste Belgische VC. Dus daar zijn zeker mogelijkheden. Maar voor mij is belangrijk, VC's is ik kon gisteren een deal gesloten hebben die mij geen winterreden ging gelegd hebben, maar voor andere redenen, denk ik. Waarom dat ik nu met VC's wil in zee gaan, is omdat zij deuren moeten openen in die landen dat we willen lanceren. En bij voorkeur is dat dan een Duitse en een Engelse VC. Ja.
of een Belgische VC die daar een kantorenhoek heeft om ons te kunnen mee te nemen. En dat is ook, ik ga daar zeker niet over liegen, de file dat ik nu aan het schrijven ben, die zal sowieso op het einde van het jaar in op heel veel Londense bureaus passeren. En dat wil niet zeggen dat ik daarvoor kapitaal ga aanvaren of ophalen. Maar ik ga wel al een keer een dobber uitgooien, zeg maar. Ja, misschien wat mogelijk is. Ja, en als er een goede deal uit de bus komt, slaat je het niet uit? Nee, absoluut niet. Ik ben zeker bereid om zelfs een equity een deel af te staan, zonder dat er privé iets aan hangt, om te burnen en de komende 2 jaar extreem te groeien. Lasse, bij deze, hè? Bij deze liggen het op tafel. Ja, misschien dan toch even kort, hè, over het woord is gevallen, het programma De Jonge Wolven. Kun je eens vertellen hoe je daar precies bent terechtgekomen, hoe je dat ervaren hebt? Ik zat in Berlijn. ze belden mij van, ja, kijk, we gaan een programma doen over jonge ondernemers, het gaan documentaire meer zijn, alleen niet echt reality, maar dan. En we zijn bij jou terechtgekomen, omdat ze blijkbaar een soort enquête hebben gevraagd van, ja, noem ik je jonge ondernemers. Ah, en, amai. En dan, ja. En toen zei ik van, ja, bom, ik wil er elke keer over nadenken, want ik vind persoonlijk niet dat ik echt de persoon ben om op tv te komen gedaan. En, plus ook, we zitten toch in een vrij... stel nu dat ik kostuums zou verkopen. om een random voorbeeld te geven. Ja, om een random voorbeeld te geven. Dan is het feit om op tv te komen, naar reality en dergelijke, is dat eigenlijk enkel goed, op eender welke manier. Wij vervoeren zakenmensen. Onze chauffeurs zijn in kostuum, we hebben NDA's, horen zien en zwijgen in de wagen, al die dingen. Dan dacht ik van, oké, bon, het is toch wel iets tricky. Mm-hmm. Ondertussen, het is er een aantal maanden overgegaan, ondertussen ook corona, en dan, toen dacht ik van, kijk, bon, ze hebben de testopnames met mij gedaan om voor te staan aan de zender, dus ze hebben mij verkocht. dat was toen met, ja, gewoon een GoPro en allemaal. Maar dat was het ook gewoon van, kijk, ja, bon, je kiest wel zelf wat je laat zien. Ik ga daar eerlijk in zijn, ze hebben heel vaak meegevraagd om mee te gaan naar Ibiza met mij en dergelijke van de zomer. En ik wou dat absoluut niet. Mm-hmm. Ik snap dat ze een deel onder privé willen tonen. Maar ik kan wel stellen dat ik voorlopig zeer, zeer business ben geweest. Ja, want dat viel me wel op. Allee, ik denk, voor de andere ondernemers is dat relevant om dat te zien, want dat mijn brand aansluit. Yeah. Hè? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de dame wie in staan moet gaan met de shakes enzovoort. Jill, ja. Ja, de Ibiza, dat moet daar getoond worden. Ik kan me inbeelden als ze aan u tonen, een hardwerkende start-up die nog centen moet gaan ophalen om dan champagne te gaan drinken in Ibiza. Dat niet bij het brand. Die mag West-Vlaanderen niet meer binnen, hè? Dat weet je toch. Nee. Ik heb wel een barbecue gehad, we hebben ook champagne gedronken, daar waren ze wel, maar goed, een barbecue in mijn thuis. Ja, inderdaad, dus dat, mijn brand is niet een lifestyle brand. We kunnen inderdaad, misschien kunnen op circuit gaan rijden, omdat dat dan voor de chauffeur en dan die M2 en allemaal, ja. Maar dat was zeer moeilijk, maar ik snap ergens wel dat ze wil... een deel privé, maar voor mij was duidelijk dat ze dat ik gemaakt heb van kijk, ja, jullie wilden dit over een bedrijf doen. Mm-hmm. En de mensen achter dat bedrijf en niet over mijn privé. En ze hebben er toch heel hard op gehamerd. Ze hebben mij dan toch uiteindelijk kunnen overtuigen in de boot om dan een keer te gaan varen met die boot. Uiteindelijk komt dat vrij laagdrempelig over. Ja, wel, dat vond ik eigenlijk nog niet zo... Nee. Dat had een heel andere setting geweest kunnen zijn. Dat had iets anders kunnen zijn. En voor mij is het ook puur zo van, oké, ja, dat ligt daar en dat is voor mijn maat een keer te gaan varen en we drinken een pint en whatever, dat is low-key. Mm-hmm. Maar aan de andere kant kon ze toch wel niet weer een beetje gemonteerd zo van, heeft ze zelf een motorjacht? Of, ja, dat spel is 6 meter lang. Ja. Als je het zonder beeld zag, dan zag ik je wel op een jacht zitten van 50 meter. Dus. Ja. Dus dat is wel zoiets dat ik voorzichtig mee ben. En dat is ook toen dat gelanceerd werd, heb ik daar toch ook al even een keer op tafel geklopt. De slogan was, jonge mensen in work hard, play hard modus. En dan met de gouden letters en confetti. Heb ik er ook wel in handen de groep van de deelnemers en productie ook even gezegd van, kijk gasten, I'm very not amused. Ja, maar goed, wij hebben wat pers, maar ik zei, ja, jullie hebben wel gouden letters gekozen. Mm-hmm. Maar goed, ik heb een zeer goede relatie met productie daar en uiteindelijk ben ik zeer tevreden hoe dat ze het hebben gemonteerd, want ze konden op, bij mij nu niet zozeer, denk ik, maar ze konden dat wel op een heel andere manier weergegeven hebben, denk ik. Ja, absoluut. En voorlopig heb ik er enkel positieve reacties op.
Ja, voilà, het eindresultaat is dan ook wel positief, zou ik durven stellen. Hè? Wel, dat is wel de reacties dat ik kreeg, van, dat ik er zeer matuur en business uitkom. Mm-hmm. Ja, we hebben ze dat beeld gecreëerd, man. Ja, knip- en plakwerk geweest. Ja, extreem. Nee, maar het is ook zo. Allee, ze volgen mij naar Berlijn. Ik ben er alleen opnieuw. Ja? Ik heb afspraken met advocaten, met verzekeringsfirma's, met partners. Moet je die uitleggen dat er een cameraploeg meekomt? Ja. Dat is ook al is niet evident. Het is ook niet zo heestig. Allee, ze willen dan een keer meegaan. Ik heb ze nu nog niet meegepakt op restaurant of zoiets. Maar dan... Wel, dat moet echt super awkward zijn. Ja, het is dat. Met Steve ben ik iets gaan eten hier in Kortrijk. Ja? Dus inderdaad, ik kreeg heel veel looks en ja, de is het de unicorn wel. Van België? Ja. Hou je vast. Ja. Misschien kort nog even, we zijn ook al tegen de tijdslimiet aan het gaan, maar van de opportunities even naar de threats gaan kijken. Hè. Ik had er zo twee grote in mijn hoofd. Heb je zo ooit nachtmerries dat Uber kijkt naar jonge wolven, hè, dat een van die mannen daarnaar kijkt en zegt van, oh, dat is wel een tof idee dat die gast heeft. We gaan een keer een extra tabbladje toevoegen aan onze app, om dat ook aan zakenmensen te gaan aanbieden om met hun auto te gaan rijden. Heb je daar... Ja, absoluut. Ik ben er veel mee bezig. Hè. Er zijn daar een aantal nuances in, denk ik. Eén Uber weet, althans Uber België weet wie wij zijn. Dat is een feit. Okay. Want wij hebben in het begin dat Uber wou starten, gingen wij chauffeurs leveren. We starten in België. Hè. Ja, in Brussel is dat heel snel, Uber staat langer dan ons. We zaten op vliegtuig. Nee. Maar we zaten eigenlijk samen met Uber om een idee te lanceren, zeg maar. Is dat niet doorgegaan, omdat inderdaad, ja, Uber heeft al moeilijkheden af en toe met het heving. En ik ben opnieuw ben extreem fan van Uber. Hè. Als ik ergens kom, ik gebruik altijd Uber. Ik denk dat het niet onder prioriteit is om dat nu te doen. Omdat, denk ik, de Belgische mensen of de mensen die instaan voor Uber België, gaan dat waarschijnlijk niet verkocht krijgen in Silicon Valley of whatever. Ja. Om dergelijke ontwikkeling te doen voor een Vlaamse markt bijna. Belgische markt, die heel, heel klein is. Als je ziet wat het potentieel zou hebben in India bijvoorbeeld. Om een voorbeeld te geven. Anderzijds, dat kan misschien wel, als we kunnen zeggen van kijk, ja, we zijn actief in Duitsland en de UK ook, dat misschien potentieel heeft, maar ik denk dat Uber eerder naar een acquisitie zou kijken dan alles te kopiëren. En dat kan ook een piste zijn. Anderzijds denk ik dat Uber al een veel verdere visie heeft rond onder andere zelfrijdende wagens en dergelijke meer, dat ze ook mee aan het ontwikkelen zijn, dan dat ze nu gaan zeggen van kijk, ja, wij gaan nu opleiding geven voor studenten en dergelijke op te leiden. Die in de waan van de klant te rijden, dat is een heel andere verzekering, dingen weer, al die... Dus ik weet niet of ze daar nu direct voor staan te springen, omdat het een ander businessplan is. Ja. Ze hebben daar een andere visie rond. Kunnen ze dat kleinschalig snel live zetten? Waarschijnlijk wel. Maar denk ik dat het gewoon niet in de visie is. En anderzijds... Ja, ik heb het gezegd, hè. Een visie en dan dat is een andere prioriteit, hebben, denk ik, met zelfrijdende wagens. Ja. Zeg het nu trouwens zelf, zelfrijdende wagens, ja. Dat is zo het tweede dat bij mij meteen naar boven kwam. En dat zit zo toch een beetje op de horizon te komen. En dan denk ik zelf van, dat komt eerst naar de high-end markt. Ik kan mij wel voorstellen dat een zelfrijdende wagen het nieuwe speeltje wordt voor de businessmensen die ook nu gebruik maken van Absoluut. Uw dienst. Zeker en vast. Zo eind 2018, begin 2019 had ik het gevoel van kijk, Get Driven is voor mij nog max 3 jaar. Gone up very fast, get out. Door de zelfrijdende wagens. Omdat ik absoluut niet wou dat er voor kopers, investeerders een horizon was met zelfrijdende wagens. Omdat dat de marktwaarde natuurlijk extreem naar beneden brengt. Op Web Summit vorig jaar was het eigenlijk het thema mobiliteit. Ik heb daar heel veel mensen horen spreken die constant bezig zijn met zelfrijdende wagens. En het komt erop neer, in principe, qua technologie, denk ik dat ze het eigenlijk kunnen op vandaag. Maar er zijn gewoon zodanig veel andere factoren, waardoor dat gewoon zelfs niet in de eerste 10 jaar... Er gaat sowieso, met het level van autonomous driving,
ik geloof er wel in dat je kunt zeggen van kijk, we zijn bijvoorbeeld de rijcontrole voorbij een Gent, er komt een lijn dat je autonoom kunt rijden tot aan de Kennedy-tunnel op een apart vak, enkel voor de self-driving cars, en je kunt je dan inderdaad van achteren zetten in een auto en een beetje werken of zoiets. Daar geloof ik wel in. En dat biedt een partiële oplossing. Maar om te zeggen van kijk, ik zit hier op kantoor en ik ga je nu een auto laten komen, want ik denk dat opnieuw dan, zeker met self-driving cars, dat het eigendomschap van een wagen nog veel meer gaat zakken. Mm-hmm. Het enige dat je kunt zeggen van kijk, laat ik in een auto komen, dan rijden we nu een keer naar Antwerpen door de Kennedy Tunnel, dan zet me voor de deur af en ik ga me van achteren zetten zonder een driver. Ja, dat is gewoon, dat gaat er gewoon nog niet zijn. Ik geloof wel dat er een nieuw niveau van autonomous driving gaat zijn, dat je op bepaalde stroken dat kunt doen. Maar dan heb je opnieuw verzekeringstechnisch, iets dat zeer, zeer complex is. Gewoon de maatschappij, er zijn mensen die als dood zijn. Dat een kind bijvoorbeeld in een zelfrijdende wagen zou stappen. Zo. Ja, dat technologie, dat ze zeggen dat er daar iets gebeurt. En de kinderen... Dus maatschappelijk gaat dat ook nog niet direct aanvaard worden, denk ik, omdat er mensen daar niet achter staan. En dan hebben we nog, ik denk, het grootste probleem, als we nu een veld zo nemen, like in China, die grote warehouses, die zo allemaal zo heel snel door elkaar rijden. Ja, ja. Maar dat zijn allemaal machines dan, die quasi niet kunnen botsen of whatever, omdat ze zo op elkaar ingesteld zijn. Het probleem met self-driving cars is dat je voor een heel lange tijd nog altijd het human aspect gaat hebben. De mensen zijn het lastigste. Ja. Ja. En die kan je niet programmeren of inschatten. Dus ik denk tegen dat we zeggen van kijk, we rijden nu allemaal autonoom rond zonder chauffeur, dat gaat heel, heel lang duren nog. Ook al is de technologie zodanig ver gevorderd en gaat zo snel, ja. Om dat te integreren in het landschap dat we vandaag hebben, gaat dat lastig zijn. Ik kan wel geloven dat een China of een Amerika plots een perimeter aanlegt rond een grootstad die enkel voor self-driving cars is en ja. Die wel een voordeel biedt, die misschien wel een deel van onze business zou al kunnen wegnemen. Maar tegen dat volledig weg is dat zeer lange toekomstmuziek, denk ik. En dan hebben wij natuurlijk, als we dan zeggen van kijk, wat als het er zou komen, dan zijn wij nu bezig om zoveel mogelijk data te verzamelen. Dan gaat het weer rond data. Voor de early adapters, voor als er zelf gereden kan worden. Ja. En dan zou je kunnen zien dat wij onze data kunnen koppelen, of zelfs ons platform kunnen koppelen aan de hardware. Allee, dat is nu iets dat we onlangs, zoals future-proof of sustainability, dat zouden wij kunnen zeggen van stel nu dat zover is, dat je dan in plaats van een driver bestelt, dat je dan een of andere Tesla bestelt. Ja, voilà. En dan hebben we de early adapters op platform. En dan is het gekoppeld met dat wij gaan nooit geen self-driving cars ontwikkelen of kopen of whatever. Maar als die dan daarop gezet worden en het is een deelplatform voor self-driving cars, maar wij hebben de early adapters, dan is dat wel opnieuw iets dat we kunnen zeggen van oké, we zijn daar nu wel redelijk ver voor, want ja. Wij hebben al de mensen die vroeger betaalden om gereden te worden. Dus als ze nu... Het is hetzelfde model, hè. Ze betalen om gereden te worden, of er een chauffeur in zit of niet. Voor ons voordeel is dat er niemand zich kan overslapen, onder andere. Maar dat is wel iets dat je dan kunt kijken naar data. En als er dan een sprint moet zijn in tijd, dat we tijdsgebonden zijn, van kijk, ja, we hebben niet veel tijd meer tegen dat het self-driving car is, dan kunnen ze zeggen van kijk, ja, okay, we zijn een West-Europese speler waarvan dat we 30.000 early adapters hebben die nu betaald worden om te rijden. Wie is er daar geïnteresseerd om daar self-driving cars aan te koppelen? En dan een platform waar je self-driving cars koppelt. Ja. Dat is dan de very future way out, denk ik. Allee, van een threat een opportunity maken. Hè? Ja. Ik krijg die vraag trouwens relatief veel. Ik ben zelf AI-expert, als ik het zo mag zeggen. Dat was bedoeld dat je dat zei, afval, David. Kijk, ja, ik ga mezelf zo niet benoemen, maar ik ga het nu toch eens even doen. En dan vragen ze mij ook van, self-driving cars, wanneer komt dat eraan? En dus ik hoor je inderdaad graag zeggen, technologisch, in principe vandaag al, het probleem zijn de mensen. En iedere keer als er een zatlap voor een zelfrijdende auto of zo voor een Tesla springt, komt er 5 jaar bij. En dan de publieke opinie is zo, we gaan hier allemaal vermoord worden door zelfrijdende auto's, we gaan er toch maar niet aan. En ik denk, zelfrijdende wagens op brandstof gaan er nu niet echt zijn. Dus ik denk dat we toch wel de magnaten in fossiele brandstof daar ook wel toch wel wat politieke draagkracht in hebben tegen wanneer dat doorkomt. Dus, maar goed, dat is iets voor de very future. Wat mijn mindset wel veranderd heeft van het begin was zo get driven van zelfdriving cars en dat gaat iets kort zijn, dat gaat een hype zijn.
Maar als ze dan bij stilstaat, kind of makes sense. Nou, een platform zou hebben waar dat er zelfdrijvende cars zijn, dat mensen betalen op platform die... Ja, principe, ja. Oké, dan denk ik dat we ongeveer tegen onze tijdslimiet aanzitten. Ik wil u graag bedanken, Gunther, voor uw deelname hier vandaag. Ja, het is gebabbeld. Ik de tijd merk vliegt het iedere Gunther. Keer. Het is altijd tijd tekort. Ook al zijn we het lijkt 5 minuten, ik weet het nog. Ach, ja. het is het gezelschap, hè, daarmee. Ja. Maar ja, ik speel goed gezelschap. Wat zeg je? Single. Single voor de vrouwelijke luisteraars. Nee, hij is zo een van die mensen, hè, lagere school, middelbaar, onder de kerktoren enzovoort. Die je net hebt uitgemaakt. Zo, die alle respect. Allee, hands down. Ik zeg, ik ben terug naar start. Ik. Maar min 200 euro was zeker. Wat zegt hij? Maar min 200 euro. Ja. Vallen wel mee. Okay, kijk, Sander, ik ga nog even de verplichte outro aan u laten. Dus moesten er VC's zijn die aan het luisteren zijn? Nee, ik zei, als het een interessant topic was, dit, laat het zeker weten. Als er vragen voor Gunther zijn, mag je zeker onze richting uitkomen. Dan sturen we die zeer graag door. En like en subscribe, zoals altijd. Dank u wel. En voilà. Gunther, dank u wel. Jullie bedankt. Bye-bye.